Kunst in al zijn vormen brengt een interieur tot leven. Maar ook buiten zorgt kunst en decoratie voor dat tikkeltje meer. Daarover praat ik met Ninja van den Bos van Art Center Horis uit Sint Maartenslatem in Knokke. Dag Ninja. Dag Celia. Kunst brengt sfeer in huis. Dat klopt. Sta je daarom op sfeer? Daarom sta ik op sfeer. Omdat het mijn bedoeling is in de eerste plaats met kunst eigenlijk de woonkamer sfeer te geven en eigenlijk een stukje te verwarmen. Hoe begin je dan eigenlijk een galerij? Ik ben er eigenlijk ingerold in de eerste plaats door mijn hartsvriendin Linde Ergo. Dus zij is een beeldhouwster en ik heb spontaan voor haar een expositie georganiseerd in het kasteel van Egmond in Zottegem. Dus heel dicht bij waar ik woon. En ik dacht zo, het zal een heel toffe ervaring zijn en dat was het ook. En eigenlijk dan is de bal aan het rollen gegaan in een stroomversnelling, want na 7 weken ben ik de galerij gestart in Sint Maartenslatem. En het gekke is, dat pand, dat was er al 3 jaar, dat stond leeg, gebouwd voor een galerij. En ik zei nogal lachend, ik zeg, dat was hier aan het wachten op mij. En nu begin ik het te geloven dat het aan het wachten was op mij. Dus ik ben heel gelukkig dat ik de stap gezet heb. Hoe kies je dan de kunstenaars die bij jou mogen exposeren? Ja, dat is een goede vraag. Heel veel mensen vragen, hoe selecteer je een kunstenaar? Wel, voor mij is het heel eenvoudig. Een kunstenaar, als die creëert vanuit zijn hart, dan weet ik dat die kunst goed is. Dus de kunst moet authentiek zijn. En als je straks kijkt naar de beelden, kan ik u een heel verhaal vertellen van elke kunstenaar zijn persoonlijkheid. En dat gaat vertaald zijn in het werk. En dat maakt het voor mij zo spannend, zo mooi, boeiend. En ik hou van die kunstenaars, want dat is eigenlijk de eerste vereiste. Ik ben eigenlijk al wat te ver. Als ik niet kan houden van de kunstenaar, zijn persoonlijkheid, en ik voel dat die man of die vrouw vanuit hun eigen zijn, vanuit hun eigen puurheid creëren, dan hebben ze eigenlijk mijn hart al gestolen. Heb je nog tips voor mensen die kunst willen aankopen? Ga nooit af op een eerste indruk, zou ik in de eerste plaats zeggen. Ten tweede, ga het kunstwerk meer dan eens bekijken en vind je het telke malen mooier, dan zit je goed. Want het wauw-effect van de eerste ogenblik kan soms heel snel na een week weg zijn. Dus wees daar voorzichtig in. Leer ook de kunstenaar kennen. Want als je de kunstenaar kent en hebt daar al een affiniteit mee, dan gaat het doorgaans ook de kunstwerk, dat gaat een connectie zijn en je gaat dat ook voelen. Als die kunstenaar eigenlijk niet creëert vanuit zijn hart of niet vanuit een eerlijke intentie, als mens voel je dat op een heel subtiel niveau. Maar je gaat zoiets hebben, nee, dat is niet voor mij. Dus dat is ook mijn bedoeling, om in mijn galerij meer kunstvoordrachten te geven dan de mensen de mogelijkheid krijgen om de artiest te leren kennen. Dat klinkt allemaal heel boeiend. Bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan.